Hey mensen, Mark hier van Dynasty met vandaag weer een nieuwe video. En we zijn enthousiast, we houden de energie erin. Want weet je, ik ben best wel blij met hoe deze video is gegaan. Een duim omhoog op deze video zou ik enorm waarderen. Deze video is 750 likes gaan halen binnen 24 uur, zou dat helemaal top zijn. En vergeet vooral niet te abonneren, road to 100k, nog iets meer dan 2000. Het zou mooi zijn als we het halen voor de jaarwisseling, alleen is dat nogal onrealistisch. Dus als we het gewoon überhaupt halen, een keertje, is het fucking mooi. Laatste 10 games, en ik had gezegd, het eerlijke doel voor dit weekend was goud 1 met dit team. Ik had de vorige video aan dat mijn intentie is om vrijdag mijn team te kopen. Omdat de Wicked League verlengd was en ik dus niet van het traditionele punt uitging van zondag verkopen mensen hun teams, dan dalen de prijzen. Dat was nu niet het moment, dus wilde ik het risico niet nemen dan. Raoul heeft, afhankelijk van wanneer jullie dit zien, die heeft al wel zijn team, hij heeft via Twitter gezegd, dus niet mijn probleem. Hij heeft zijn team al wel gekocht. Ik had het best nog even gewacht. Ten eerste, ik moest mijn Wicked League sowieso nog doen, dus ik had zoiets van ja, ik weet nog niet eens wat mijn team echt moet worden. Ik weet wel dat er, zeker na de laatste set van 10, merk ik wel dat er spelers zijn die ik echt heel graag wil. Te beginnen met een vorm van Griezmann. Er zijn denk ik weinig kaarten die ik zo graag wil nu als Antoine Griezmann. De runs en de schoten van die guy, echt, dat was een nachtmerrie om tegen te spelen. Nee, we deden heel wat dingen goed in deze aflevering en we deden heel wat dingen minder. En de vorige aflevering heb ik al gebruikt om een paar spelers te reviewen. Dus ik probeer vooral in deze aflevering het positieve van dit team mee te pakken. Allereerst vond ik het fijn dat Lucas een waardige CM was. Natuurlijk is hij op papier niet echt center mid material. Ik bedoel, hij heeft geen stamina, hij heeft geen verdedigende stats. Zijn fysiek is ook niet al te indrukwekkend. Maar ja, het werkte. Het werkte, hij was redelijk creatief. Wat ik wel deed voor mijn laatste team vooral is 4-2-3-1 spelen. Dat is omdat ik in die middelste set van 10 het gevoel had dat ik niet heel overtuigend speelde. Weet je, dat ik heel erg wisselvallig was. En dat naarmate ik tegen echt betere spelers en ook betere teams kwam, dat ik meer balans en controle had met de 4-2-3-1. En zelfs wanneer ik met de 4-2-3-1 niet beter was trouwens. Oh, deze goal. Wat een lekkere goal. Ik hou zo van goals die ik score na een flick-up. Ik geloof dat ik er nog 2 score in deze aflevering, op zijn minst. Dus we pakken in ieder geval hier de 2e win op rij. En dat is mooi, dat is goed. Want je weet, ik zei eerlijk, het doel voor deze week is goud 1. Alles wat me extra mee kunnen pakken, dat is mooi meegenomen. En ik had zoiets van, als ik afgemaakt ga worden, dan gaat het gebeuren. Het feit is, ik ben, zoals je gisteren ook wel kon merken, ik probeer het af te leren hoor. Maar ik ben gewoon een semi-slechte verliezer. Omdat ik gewoon de negatieve karaktereigenschap heb dat ik altijd wil winnen. Ook al ben ik niet per se goed in iets. Ik probeer er gewoon elke keer voor te gaan. Misschien is het niet altijd slim, maar weet je, je doet gewoon je ding. Ook als ik mensen zie met die al Ronaldo hebben. Weet je, de Agüero's, de Player of the Month Hazards, Icons. De hele reutemezooi. En dan kom ik aan met Nelson Semedo, met Fred. Met kort geleden nog Gabriel Paulista, met Azpilicueta. Er zijn zoveel dingen die nog beter kunnen aan mijn team. Maar het is een leuke uitdaging totdat ik dat team heb. Want het dwingt mij om te kijken van, ik weet welke game mechanics werken en welke niet echt. Wat kan ik eruit slepen met dit team? En je ziet hier wederom, scoort de 2e keer uit een corner. Marcos Alonso weet hem te maken. En als je kijkt naar mijn penalties hier, dit vind ik een belangrijk om mee te geven voor mijn gevoel. Is echt een nuttige in die zin. Elke keer dat ik een penalty neem, doe ik 1 klein stapje naar rechts. Ervan uitgaan dat ik hem met een rechtspoot neem, wat 9 van de 10 keer wel het geval is. Doe een klein stapje naar het midden, dus 1 tikje altijd. Met de rechter stick tik hem of 1 keer naar rechts of 1 keer naar links, afhankelijk van of het links of rechtspoot is. En ik doe geen finesse shots meer met penalties. Ik deed vanaf het begin van het jaar tot vandaag eigenlijk, voor mij vandaag is natuurlijk maandag, had ik zoiets van, ik deed altijd finesse shots en deed 2,5 bar power en dan probeerde ik hem richting de hoek te mikken. Alleen had ik het gevoel dat hij dan niet altijd oppikte dat ik hem naar de hoek wilde mikken, waardoor hij een beetje tussen de hoek en het midden inging, waardoor de keeper hem nog wel eens kon houden. Terwijl met normale powerschoten, zoals je ze in die shootout zag, die waren gewoon goed. Die gingen lekker, die waren buiten het bereik van de keeper, die gingen heen waar ik ze heen wilde hebben. En daar ben ik gewoon tevreden mee. Dat is het enige waar ik gewoon blij mee kan zijn. Nou, er is ook een speler die ik vind dit bijna lastig om te doen. Ik denk dat ik mijn hele voorhoede ga vervangen. En dat is op echt de lastigste om te doen. Want allereerst, ik ga sommige spelers wel behouden natuurlijk. Weet je, Bellarabi en Götze zijn untradable. En Royce kan ik verkopen en dat ga ik doen. Maar Götze en Royce vooral waren echt en zijn 2 ongelooflijk goede spelers. Als je eens wat anders wil proberen, of gewoon een beetje 2 goede spelers wil proberen uit de Bundesliga, en je hebt die kaart van Götze, dan raad ik het absoluut aan om die te gebruiken. Want het was gewoon wat. Kijk, Götze had ongelooflijke finesse shots. Zijn stamina was
Het was geen probleem, weet je. Ik wisselde hem wel vaak, maar dat is gewoon omdat ik, weet je, 3 echt ijzersterke aanvallers op de bank heb waarbij ik dacht, oké, die moet ik inbrengen. En dat waren dan meestal Belotti, Heung-min Son en Perisic. Dus, weet je, dat was de reden wel. Maar Royce heeft geloof ik 68 stamina en dat lijkt op papier niet echt gek veel. Alleen, hij kon altijd meer dan goed genoeg spelen. In de 4-2-3-1 was het altijd zo dat hij de game tot en met de 70ste minuut, of 65ste minuut, probeer ik meestal mijn wissels te maken, speelde hij als spits. En daarna schoof ik hem wat terug naar Cam en dat was uitstekend. Geen enkel stamina probleem gehad met hem. Ik weet niet waardoor het komt, misschien was het door hoe ik hem gebruikte, dat ik niet constant sprintte. Hoe dan ook, het werkte en dat was fijn. Hier zo komen we dus door met Perisic. En het voordeel wat ik echt wel had met Perisic en Son, zeker omdat ik ze dan op LIM en RIM had, is die 5-ster weakfoot. Ik kan niet benadrukken hoe belangrijk weakfoot dit jaar is voor spelers om te kopen. En dat is ook de reden dat ik een beetje echt wel zeg, tegen, voor laatst had ik dus iemand, dat ik ook in de video had besproken, iemand die zei dat Mbappé was minder goed dan Lucas Player of the Month volgens die persoon. Want ja, Lucas heeft bijna dezelfde stats, ze lijken redelijk op elkaar. Ik kan het daar alleen maar mee oneens zijn, om heel veel redenen. Allereerst, Mbappé heeft fijnere links, speelt bij een betere club, heeft gewoon betere in-game stats. Maar wat ook belangrijk is aan Mbappé, hij heeft een 4-ster weakfoot. En er zijn zeker dit jaar zoveel scenario's waarbij dat handig is. Kijk, natuurlijk is het zo dat er is een trend dit jaar dat de meta, Arjen Robben is eigenlijk de meta. In de zin van, je gaat vanaf de vleugel naar binnen en je gaat voor een time finesse shot. Dat is wat meestal gebeurt. En dat zorgt ervoor dat bijvoorbeeld, nee, Pintus doet dat heel veel. Die heeft dan bijvoorbeeld Bill op rechts en een rechtspoot op links, zodat hij naar binnen kan gaan. Alleen wat ik wel heb is, ik had bijvoorbeeld Lucas en Bellarabi. Eén van de twee staat op links. Wat betekent dat die persoon de mogelijkheid heeft om naar binnen te snijden. Eén van de twee staat op rechts. Wat betekent als je dan naar binnen gaat en je schiet met links, dan moet je maar hopen dat die erin gaat. In deze game werd ik... Ik twijfelde of ik de clips wilde laten zien, want ik werd echt afgemaakt. Echt keihard met de grond gelijk gemaakt. En dit was echt lastig, want ik kon niet mad worden om wat dan ook gebeurde in deze game. Ik wist gewoon vanaf het begin al, ik zag zijn team en ik dacht, oh shit, ik ben de lul. En daarna ging het zo door en ik werd echt compleet outplayed. 7-2 verloren. Ik heb geen excuus. Ik heb gewoon geen excuus. Daarna moest ik tegen dit team, wat ook een fucking ziek team is. En kleine spoiler, ik verloor deze game ook. Dus we verliezen gelijk de 2 games die we mochten verliezen. Hey, duimpie. Dat is fucking nice. Nee, daarna kom ik tegen dit team. De frustratie zat ergens in. Ik had een ruime pauze genomen na die tweede los op rij. Dat, ten eerste omdat je dat sowieso moet doen als je lospakt, daarna pauze nemen. Maar sowieso ook gewoon dat... Ik had daarna zoiets van, ik moet er nog drie... Ik heb nog 3 games over. Was het geloof ik? Ja, nog 3 games over. Ik moet ze allemaal winnen. Dus ik, daarom verdedigde ik zo kak bij die eerste goals. De stress zat er gewoon in. Ik moest niet elite halen. Ik had mezelf voorgenomen ver van tevoren om gold 1 te halen. Maar het is gewoon een karakterdingetje bij mij. Dat als ik zo erg binnen bereik kom. Weet je, 3 wins, 2 losses. Ook al weet je dat je tegen heel goede tegenstanders komt. Dat je dan toch denkt, kan ik het halen? En dan ga je er toch voor. We winnen deze game, dat is mooi. Komen we tegen dit team, ramziek team. In mijn mening in ieder geval, weet je, echt heel goed team. Niet het allerbeste mogelijk, maar zeker eentje waarvan je denkt, oh, hier moet je voor op je hoede zijn, want dat is echt gewoon een heel goed team. Alleen heeft Casemiro hier de first touch van Lukaku, wat betekent dat hij de kans krijgt om de 1-0 te maken. Hier geeft hij een uitstekende paas, maakt hij er 2-0 van. Het zat niet mee, alleen we gaven niet op. Guts hier geeft de bal aan Royce, die geeft hem terug aan Gutsche. En deze bal wil er wel in. Het enige nadeel in deze game was... deze game was goed. Weet je, alle credit voor hem. Alleen, je zal het bij sommige dingen proberen te werken. Als ik het duidelijk kan maken, is input delay was een ding. En ik merkte het voor mezelf bij bepaalde dingen. Allereerst, hoe gaat deze bal er niet in? Leg het maar uit. Ik wil alleen niet klagen, want ik had een paar comments gezien bij de vorige video. Die aangaf van, Mark, je klaagt echt tering veel. Dat waren volgens mij de letterlijke woorden. Misschien dat tering niet. Maar sorry als je dat vervelend vond. In ieder geval, ik probeer dat niet per se te doen. Ik probeer eerlijk toe te geven wanneer je tegen zit. Kijk daar bijvoorbeeld. Ik weet, als ik zo snel naar het doel toe kom, ik moet een timed finesse shot doen. En dat doet hij dan niet. En dan, weet je, dan heb je geen aansluitingstreffer en dan ben je gewoon klaar. Dan komt hij hier door en dan scoort zijn Fabinho met een first time shot met zijn linkerbeen in de 16, terwijl hij niet al te hoge finishing heeft. Ben ik daar gefrustreerd om? Enigszins. Maar weet je, deze guy verdient het wel om te winnen. Ik scoor hier nog wel uit een rebound met Perisic. Ja, leuke goal, joh. Royce hier... Nee, Belletti er nog. Excuus, een heel-to-heel. Creëert ruimte voor zichzelf, geeft een woord op Son. Je ziet Perisic daar gaan. Je kan hem op hem geven. Dat weet je dan gewoon. Maakt 5-3. En dat is de laatste los die ik mag pakken. Dat is zonde. Dat is vervelend. Dan kom ik tegen deze guy. Dit is een Nederlander. Je ziet dat zijn teamnaam. Ik ga niet uitspreken wat die teamnaam natuurlijk betekent. Dat kunnen we allemaal wel raden. Maar
Ik wist dat ik deze game zou winnen op voorhand. Niet om, vanwege zijn team of wat dan ook. Maar het is vorig jaar en FIFA 17 ook altijd zo geweest dat als ik net niet Elite haal, dan win ik de game daarna. Zeg maar, op het moment dat ik het niet meer kan halen, dan lukt het me wel. En hier kom ik door met Royce, maak ik de 2-0 vrij snel. Niet echt, ik kan niet echt verklaren wat er gebeurde in deze game. Hij komt hier door. Lucas hier heeft ruimte, gaat door, geeft een goede bal. Uiteindelijk, nadat ik een goede tackle op hem inzet op Ronaldo. En ik win, omdat ik verdedig voor mijn leven. Dit was een heel lullige win. Tegenstander, als je kijkt, echt sorry. Echt sorry voor deze game. Ik verdedigde wel fantastisch. Anyway, ik dank je voor het kijken. Het was een intense Wicked League. Het was een goede Wicked League. Het was net niet wat we wilden, maar hey, volgende keer beter. Ik zie jullie later. Joejoe.